Goedendag, mijn naam is Arthur. Ik ga mijn lijnstuk in gelijke delen verdelen voor de trigonale. Hier bijvoorbeeld een lijnstuk, de AB, dat we in drie gelijke delen gaan verdelen. Hier hebben we rechts AB. Die drie gelijke delen, we tekenen vanuit A, teken een lijnstuk met de lengte van bijvoorbeeld 3 cm, of 6 cm, of 9 cm. In ieder geval een lijnstuk dat je het zelf in drie delen kunt verdelen. Kies 3 cm, of 6, of 9, of 12 cm. Ik ga dus hier een lijnstuk tekenen dat je in drie gelijke delen kunt delen. Ja, dus hier mijn lijnstuk. In drie gelijke delen, even goed meten, ja, dan heb je hier je eerste punt, eerste lengte, dat is 1, dat is je tweede, je derde. Deze lengtes zijn allemaal even groot en je hebt drie lengtes getekend. Ja, dat zijn je drie lengtes. Dan kun je je laatste punt, dat is je eerste, je tweede, je derde punt, je laatste punt verbinden. Deze stukken zijn allemaal even groot. Dan kun je je eerste met je laatste verbinden, dus dit verbind je met je punt P. Ja, dat kun je tekenen. Dan door de evenwijdige projectie, ja, die we gaan gebruiken, gaan we die andere punten ook projecteren en dan krijg je even grote stukken op de rechte AB, op de lijnstuk AB. Dus evenwijdige projectie. Dat betekent, we gaan dit punt en die punt gaan we projecteren. Dus dit projecteren evenwijdig met je laatste lijnstuk hier. Dan krijg je dat punt hier. Dan teken je hier het laatste punt. Ja, dan krijg je die punten. En dan zul je merken dat dit deze drie stukken allemaal even groot zijn. Je hebt de lijnstuk verdeeld in drie gelijke delen. Ja, dat is een lijnstuk verdeeld in gelijke delen. Dankjewel, bye bye. Ik maak heel veel plezier video's voor jullie, maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kun je een beetje geld storten voor mij gewild. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dank u wel, ik wil helpen. Dank u wel, bye bye. Dank nog wel.